Het actiecomité Alcoa vraagt per open brief aan de Nationale Assemblée om niet mee te werken aan de wijziging van de Brokopondo overeenkomst. De wijziging zal helemaal niet in het voordeel van Alcoa werken, concludeert het comité na het doornemen van de nieuwe deals die de presidentiële commissie en Alcoa hebben bereikt. Verder stelt het actiecomité dat de president en de presidentiële commissie niet de belangen van het Surinaamse volk hebben behartigd. In het Lalaroek-gebouw ging een van de leden van het comité, Asha Mungra, dieper in op de openbrief. Hoe kan de presidentiële commissie toen als technische commissie van 2011 tot 2014 zich inzetten samen met DNA voor het behoud van de Aluin-Aardeplant, CQ, de Brokopondo overeenkomst en nu plotseling na de geheime gesprekken verklaren dat de Aluin-Aardeplant niet rendabel was en dat er geen bauxietvoorraden zijn om de productie van Aluin-Aarde voort te zetten? 10. Waarom heeft de presidentiële commissie, CQ de president, Alcoa niet verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld voor het cannibaliseren van de Aluin-Aardeplant met het gevaar voor mens en milieu? Dit is ook te vinden in Wally Parsons' rapport. Het comité stelt voor dat als het parlement instemt met het behandelen van de voorstellen om de Brokopondo-overeenkomst te wijzigen, zij de onwettige handelingen zal legaliseren. Zij roept het parlement op om onderzoek te doen. Aan de hand van alle bovengenoemde 18 punten concluderen wij dat de president onwettige handelingen heeft gepleegd en dat Alcoa de Surinaamse grondwet heeft helpen schenden. Door de voorstellen gebaseerd op de door uw DNA afgewezen MOU te ontvangen, te bestuderen en straks deze op de agenda te plaatsen, staat uw DNA op het punt die onwettige handelingen te legaliseren. Geachte DNA, wij roepen u bij deze op om alle handelingen die moeten leiden tot wijziging van de Brokopondo-overeenkomst stop te zetten en direct over te gaan tot onderzoek naar de handelingen van Alcoa en de presidentiële commissie. Een van de leden van het actiecomité Alcoa, Asha Mungra, gisteren tijdens een persconferentie in het Lalaroek-gebouw. Het comité concludeert dat de wijziging helemaal in het voordeel van Alcoa zal werken. Het comité heeft in een open brief aan DNA gevraagd niet mee te werken aan de wijziging van de Brokopondo-overeenkomst.